Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft gistermiddag de eerste bodyscanner aangeboden aan de NV Luchthavenbeheer. Deze bodyscanner kan het COVID-19-virus, meer bekend als het coronavirus, identificeren. Alle reizigers die Suriname binnenkomen, zullen gescand worden op lichaamstemperatuur. De minister laat weten dat er nog 9 van deze scanners binnengehaald zullen worden voor de andere grensposten in ons land. Geruchten, al zou iemand in quarantaine zijn, worden door de bewindsman ontkend. Elias haalde aan dat de CARICOM-landen zullen samenwerken om het COVID-19-virus te bestrijden. Binnen de Caribische familie natuurlijk willen dat COVID-19, zoals de officiële naam heet, in de volksmond corona, dat wij dat zo goed mogelijk kunnen opvangen, mocht het Suriname binnenkomen. Tot nu toe, de directeur van BOG staat vlak naast mij, is er nog geen enkel positief geval. Dus gelukkig dat wij nog geen COVID-19 binnen hebben. Het moet ook, als het van mij afhangt, zo blijven. Maar de mogelijkheid dat het binnenkomt, is levensgroot. Vandaar dat wij ook met collega-landen in het Caribisch gebied gaan samenwerken. Cleopatra Jesseren, directeur van Volksgezondheid, haalde aan dat de bodyscanner slechts aangeeft of de temperatuur van iemand is verhoogd. In zulke gevallen zal er een ondervraging volgen. De directeur van Volksgezondheid zegt ook dat het virus bij zijn juiste naam genoemd moet worden, namelijk het COVID-19-virus en niet het coronavirus. Dus als mensen hier langs gaan een temperatuur hebben en dan ook nog een geschiedenis hebben bij ondervraging van dat ze uit een van de risicogebieden komen, dan merken we ze aan als een suspect case. Of als aangeven in de ondervraging, nee, ik kom niet uit zo'n gebied, maar ik had wel familie op bezoek die uit zo'n gebied kwam, bij wijze van spreken. Zo iemand wordt dan een suspect case genoemd en een suspect case wordt in dit geval naar de ruimte achterop door de Port Health Officers gebracht. Al waar hij of zij verder wordt ondervraagd, vinden wij dat de persoon voldoet aan de definitie en de criteria van een suspect case, een vermoedelijk geval in het Nederlands. Dan wordt die met de ambulance opgepikt en verder begeleid naar een isolatieplek, al waar er ook een test wordt gedaan, een swab wordt afgenomen. En we hebben op dit moment in Suriname 2 plekken waar we de testen kunnen doen. Het Centraal Laboratorium van het BOG en het Academisch Ziekenhuis. Terwijl we in het buitenland waren, zag ik ook op de verschillende buitenlandse media dat men nog steeds praat over coronavirus. Heel verkeerd en heel verwarrend. Omdat er 7 coronavirussen zijn die de mensen besmetten, waarvan 4 allang in Suriname zijn. Dus als je gaat zeggen coronavirus en we een keer een test doen en iemand een coronavirus heeft, dan begrijpt u hoe de geruchten de ronde gaan doen. Het is COVID. COVID-19. COVID-19 is de nieuwe strain van coronavirus die op dit moment de epidemie veroorzaakt. En de bijna is nog niet door de WHO pandemie genoemd, maar wel een public health emergency of international concern. Cleopatra Jesseren, directeur van Volksgezondheid. Zij sprak gistermiddag op de Johan Adolf Bengel luchthaven bij de aanbieding van de eerste bodyscanner aan de NV Luchthavenbeheer.